Nogmaals welkom vanavond bij het vierde webinar in de ACT-serie, de Psyflex ACT-serie. Vanavond zijn we met Roy. Roy gaat het hebben over ACT en chronische pijn. Dr. Roy Davison, moet ik zeggen. Roy is psycholoog en gedragstherapeut. Roy is daarnaast docent en supervisor in ACT en RFT. En in de klinische gedragsanalyse. Roy promoveerde ooit in het verleden op het gebied van leerprocessen bij exposure therapie voor verslavingsgedrag. Dat is heel wat anders. En Roy is nu part-time werkzaam bij de afdeling pijn in de revalidatiekliniek Adelante te Hoensbroek. En hier heeft hij binnen de multidisciplinaire groepsbehandeling het ACT-model geïntroduceerd. Een mede vormgegeven, klopt hè? Ja. En Roy geeft daarna, net zoals al onze docenten, opleidingen, workshops en lezingen en supervisie in ACT en ook in RFT. Maar vanavond gaan we het over ACT hebben. En dat doet Roy normaliter, zowel in België en Nederland. Mooi, want Psyflex zit ook in België en Nederland. Nogmaals, Roy gaat het vanavond hebben over ACT bij patiënten met chronische pijnklachten. Hartstikke leuk, Roy. En het woord is aan jou. Ja, dank u voor de introductie en ook wel de uitnodiging om hier een webinar te mogen geven over een onderwerp dat me nauw aan het hart ligt, al heel veel jaren mee bezig ben eigenlijk. En een aantal zaken wel samen met mijn team eigenlijk ook, waarbinnen ik werk, een multidisciplinaire team bij Adelante. Doorheen de jaren zijn we eigenlijk wel meer met ACT beginnen werken, het ACT-model. Met alle disciplines ook, hè. Dus niet alleen de psychotherapie, maar ook de beeldende therapie, de lichaamsgerichte therapie en de sociotherapie. We zijn dat steeds blijven doorontwikkelen. En ja, ik wil eigenlijk iets naar het tipje van de sluier laten lichten van de manier waarop wij met ACT werken bij deze doelgroep op dit moment. En dat is iets waar voortdurend nog in verdere ontwikkeling is. Maar ja, tof om daar iets over te mogen vertellen en delen met jullie. Ik zal dan naar de presentatie gaan. Goed, ACT bij chronische pijn. De mens in het verhaal van pijn, daar wil ik het eigenlijk een beetje over gaan hebben vandaag. Ja, dat doet hem altijd. Daar hebben we al over gehad. Kort even het programma waar ik wou doorlopen met jullie vandaag. Heel kort wil ik toch ook stilstaan bij wetenschappelijke evidentie en erkenning van ACT bij chronische pijn. Dan vooral ingaan op het verhaal van pijn en de mens in het verhaal van pijn. En ik zou dat willen doen aan de hand van een casus die ik er langs leg. Een beetje de rode draad, het schets van onze ACT-behandeling. En ik heb daar een tweetal korte demonstraties van een tweetal oefeningen die we doen in deze ACT-behandeling. En die wil ik daar graag een beetje aan koppelen. Ja? En ik had begrepen dat op het einde nog ruimte is voor vragen en discussie. Zeker. Toch even een kort om er een beetje in te komen. ACT bij chronische pijn, waar richt ACT zich op in eerste plaats is dat het in kaart brengen van allerlei controle en vermijdingsstrategieën. En ook gaan zien naar de werkbaarheid of de onwerkbaarheid hiervan op de korte en lange termijn. Om dan het leren herkennen van en ook leren afstand nemen tot ongewenste gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties. En deze eigenlijk ook leren met acceptatie en zelfcompassie te benaderen. En dan om in contact te kunnen komen eigenlijk met persoonlijke behoeften en waarden en het opbouwen van een gedragsrepertoire dat in dienst staat van een leven met pijn dat meer waardegericht is en van goede kwaliteit mag zijn. Dat is het in een notendop. Er is redelijk wel erkenning eigenlijk, internationaal en nationaal, voor de ACT-behandeling, en bijzonder bij de chronische pijnpopulatie. In Amerika, de bekende American Psychology Association, die was er eigenlijk al redelijk vroeg bij, niet in 1998, dat zijn de criteria op basis waarvan dat gesteld is. Maar die eigenlijk aangaf dat ACT bij chronische pijn wel een sterke evidentie heeft, als een evidence-based behandeling wordt beschouwd. In Verenigd Koninkrijk is recentelijk nog ACT, dat ook naast CGT sterk wordt aanbevolen
als een psychologische behandeling voor mensen met chronische pijn. In België was eigenlijk al een pijnrapport van 2017, waar ook ACT naast cognitieve gedragstherapie aanbevolen wordt, of sterk aanbevolen wordt in de behandeling van chronische pijn. Ook vanuit de regering, hè, dus de federale overheidsdienst, volksgezondheid en zo meer. Die hebben dat rapport laten opstellen door de experten in België. Zie je daar nou verschillen in, Roy? Ja, je gaat naar Nederland toe, maar ik heb het idee dat ACT ook wel gebruikt wordt in Nederland, maar toch niet zoveel als jij zegt in België en Engeland. Maar... Goh, dat zou ik denk eerder dat in Nederland ACT meer gebruikt wordt dan in België. Ah, ja. ACT in Verenigd Koninkrijk ook wel heel veel gebruikt wordt, maar er zijn vele andere therapiestromingen, en zeker ook in België, die ook wel een bepaalde plek hebben binnen het behandelwezen. En in België is psychotherapie niet zo gereguleerd als bijvoorbeeld in Nederland of in Verenigd Koninkrijk dat is. Maar het is zeker iets dat opkomend is in zowel in België, Nederland als andere landen. Ja, ja. En bij deze wil ik dan ook nog even, bij de richtlijnen van de huisartsen in Nederland wordt ook ACT en CGT ook al sinds 2018 sterk aanbevolen. Dus je ziet wel echt zo, de erkenning die komt meer en meer en de evidentie voor het werken met ACT bij chronische pijn groeit gestaag. Iets laten zien van die evidentie, dan is het handig om natuurlijk ook naar de meta-analyses te kijken, zoals Jacqueline Tjak de vorige keer ook al mooi had uitgelegd. Hè? Dus het verzamelen van allerlei liefst gecontroleerde studies naar de effecten van ACT. En hier is er een meta-analyse uit 2019 van een elftal studies, die dan laat zien dat vooral pijnintensiteit, hè? Pijnintensiteit of de beleving van pijn, verbeterd na een ACT-behandeling, dat angst- en depressieklachten verminderen. En dat vooral, en ik heb ze daarom ook een beetje in blauw gezet, de acceptatie van de pijnklachten verbetert en de kwaliteit van leven verbetert. En er lijkt ook verminderde weerstand te zijn voor therapie, want het is een doelgroep die niet makkelijk te benaderen is voor psychologische behandeling. En dat deze twee eruit springen, dat is eigenlijk wel logisch, want ACT, daar richt zich vooral op een stukje leren accepteren van zaken die niet zo goed te controleren zijn. En gewoon een spijt is er duidelijk een van. En te richten op hoe kun je een kwalitatief goed leven opbouwen, ondanks dat het pijn is in dit geval. Een andere meta-analyse ging eigenlijk kijken naar het verschil tussen unidisciplinair versus interdisciplinair of multidisciplinair behandelen van ACT. En het interdisciplinaire liet sterke effecten zien voor fysieke beperkingen, ervaren fysieke beperkingen in het dagelijks leven. En ook de psychosociale impact van pijn die verminderde en de depressieve gevoelens die verminderden. En geen verschillen op het gebied van pijnintensiteit, angst en pijnacceptatie. Dus voor die laatste drie is er eigenlijk geen verschil als je nu monodisciplinair of multidisciplinair behandelt. Maar op het moment, voor de echte voordelen op multidisciplinaire, zit hem nog verder meer bij de fysieke beperkingen, de psychosociale impact. Hè. Zeker bij de doelgroep die een grotere comorbiditeit kent met andere psychologische problemen en lichamelijke problemen. Een kritische noot, wil ik toch wel zeggen. Williams en anderen die hebben op basis van de Cochrane criteria, er zijn wat strenge criteria voor het doen van meta-analyses en echt kijken naar randomized control trials, de RCT's. En die hebben daarbij cognitieve gedragstherapie vergeleken met gedragstherapie gewoon en ACT. En daarbij hebben ze vooral gekeken naar de uitkomstmaten van pijnintensiteit, dus pijnbeleving wederom, fysieke beperkingen op basis van pijn en het breed begrip van emotioneel lijden waar angst en depressieve klachten en stressklachten onder vielen. Ja. En zij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat ACT in vergelijking tot deze actieve controlegroepen, dus echt wel bewezen
andere behandelingen waarmee ACT vergeleken wordt, zoals CGT en gedragstherapie, dat daar ja, nog weinig solide evidentie is voor ACT bij chronische pijn. Daar zijn dan volgende kanttekeningen bij te maken. Dat er maar 5 studies van een ACT geïncludeerd zijn ten opzichte van 59 studies van cognitieve gedragstherapie. En dat is heel simpel, omdat de cognitieve gedragstherapie al een veel langere onderzoekstraditie kent. Ook heel goed gesubsidieerd wordt eigenlijk wel om gedegen onderzoek te kunnen doen. En toch kun je eigenlijk ook wel dan zien dat ondanks ACT nog maar weinig van die studies heeft kunnen doen met strenge criteria, dat deze toch wel al in de goede richting wijzen, maar nog niet er echt bovenuit springen. Maar goed, het onderzoeksveld is nog maar jong in relatieve termen als je het vergelijkt met cognitieve gedragstherapie. En ook bij cognitieve gedragstherapie moet er gezegd worden dat in het algemeen lage tot gemiddelde effecten worden gevonden op al deze maten. En dat er, en dat is misschien de kijker ook wel opgevallen, dat vooral wordt gekeken naar uitkomstmaten zoals pijnintensiteit, fysieke beperking, emotioneel lijden. En dat zijn eigenlijk de maten die steeds terugkomen. Kwaliteit van leven wordt dikwijls ook nog wel meegepakt. En dat is wat beperkt. Er wordt eigenlijk heel weinig gekeken in studies naar enerzijds maten die echt te maken hebben met psychologische flexibiliteit. Dus meer de relatie tot de klachten in plaats van de nogal wat gerichtheid op de klachten zelf. Wat zou je dan meenemen, Roy, als maat? Je zegt psychologische flexibiliteit. Dat vind ik een moeilijke, want ik denk om echt goed te kunnen meten van de vraag is van wat is wat je werkelijk wilt meten? Klachten, chronische pijnklachten die komen en gaan, daar kun je weinig heel veel. Allee, in het algemeen wordt gevonden dat de pijnklachten minder worden voor, als je gemiddeld kijkt. Maar voor een individu heeft daar niet veel aan. Op het individueel niveau kun je zien dat bij sommige mensen de klachten voortdurend op en af blijven gaan, zoals dat typisch is voor het grillige patroon horende bij chronische pijnklachten. Of dat er veel andere levensgebeurtenissen zijn die weer zorgen dat de klachten weer kunnen luxeren. Dus ja, een veel meer mate die contextafhankelijk zijn en meer gedragsmaten zouden kunnen zijn. Dus die ecological sampling methods, hè, dus meer dagelijks metingen kunnen doen die meer afgestemd zijn van in welke context is het nu, de context van werk, zien we daar veranderingen in hoe iemand al dan niet grenzen aangeeft of gaat die nog altijd door in bepaalde activiteiten of kan die net. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat het veel meer gaat om maten zoals sense of coherence in het Engels en dat je veel meer richting kunt geven aan je leven ondanks je klachten. Ja, dat zijn ook interessante maten, dat zijn heel globale maten. Hè? En dus kwaliteit van leven en sense of coherence, dat zijn zeker interessante maten. Die zijn wel abstracter en globaler. En ook heel erg, natuurlijk ook zelfrapportagematen zijn. Terwijl je ook wel een beetje wat wil weten over wat is het gedrag, het gedragspatroon over de tijd heen. Als we bepaalde omstandigheden zouden kunnen meten. Specifieker eigenlijk, ja precies. Ja, wanneer mensen een bepaalde stressoren worden blootgesteld, hè, een bepaalde... Ja. Reorganisatie op het werk of de werkdruk verhoogd. Maar goed, allee, om daarop in te gaan, dat wordt dan eigenlijk een ander webinar, denk ik. Ja. Wat ik hiermee wil besluiten, is eigenlijk, er is eigenlijk veel ruimte voor verbetering. In het algemeen in het veld van de psychologie, maar zeker ook bij deze doelgroep, zowel op het gebied van het doen van onderzoek, zoals we net ook al een beetje bespraken, en ook beter gecontroleerd onderzoek te doen. En ook op het gebied van behandeling. Is het nu ACT of is het nu cognitieve gedragstherapie? Er is nog veel ruimte om daar verder ontwikkeling in te doen. Goed, zover het eerste gedeelte. En dan zou ik nu eigenlijk wat meer willen inzoomen op van hoe doen we dat nu, die behandeling ACT. En ik spreek in eerste instantie over het verhaal van pijn. Mensen komen binnen met allerlei klachten, uiteraard.
pijnklachten, vermoeidheidsklachten, andere lichamelijke klachten, psychische klachten. In ieder geval onze doelgroep, zeker. En die wil er vanaf, uiteraard. Hun leven staat stil en die wil op een of andere manier willen die terug gaan leven. Maar ze hebben bij God geen idee hoe en ze hebben al een hele strijd geleverd. En daar begint het eigenlijk bij. Daar begint iedere behandeling bij. Voordat ik daar verder op inga of op inzoom. Dit is ondertussen het bekende ACT-model. Die hebben de mensen al meermaals nu gezien. En bij de andere mensen die het webinar hebben verzorgd. Dus ik ga dit niet meer verder uitleggen, want je gaat wel zien hoe die elementen dadelijk terugkomt in de rode lijn van onze behandeling. Het is goed te zien, ik heb er ook interventies en vaardigheden gezet, toch weer te benadrukken dat dit vooral, het zijn psychologische constructen die vooral iets, die overlappend zijn uiteraard, en die vooral ook iets kunnen zeggen over welke interventies kun je inzetten, welke vaardigheden kunnen mensen leren om psychologisch flexibeler door het leven te kunnen gaan. In de vogelvlucht begint onze ACT-behandeling ergens met het exploreren van het verhaal van pijn. Dus dat mensen die vastzitten, op welke manier zitten die eigenlijk vast in hun leven? En daar de lamp op te laten schijnen en mensen daar ook bewust van te maken. En ook dat dat niet uit het niks komt. Dat er een hele geschiedenis, een levens- en leergeschiedenis achter zit die die mens met zich meepakt. En daar is pijn op een gegeven moment een heel belangrijke factor in geworden. In die levensontwikkeling. Het stilstaan uiteraard bij de onwerkbaarheid van allerlei strategieën en die eigenlijk deel zijn van het vasthouden aan dat verhaal van pijn, aan dat zelf, als inhouder zelf, als verhaal. En dat, hier zie je de ACT-componenten van creatieve hopeloosheid en acceptatie terugkomen. Dan stilaan mensen ook gaan losweken, als het ware, van het verhaal van pijn. Zodat ze wat afstand kunnen gaan leren nemen daarvan en kunnen gaan kijken van, ja, was er hier nog mogelijk misschien in mijn leven? Contact hier en nu en diffusie zijn daar zaken die geaccentueerd worden. Stel dat ze gaan beseffen dat ze meer zijn in dat loskomen eigenlijk, dat ze meer zijn dan het verhaal van hun pijn, waar ze in vastzitten. Om uiteindelijk vanuit dat meer zijn die ruimte, als het ware, die er ontstaat, metaforisch gezien, mensen kunnen gaan kiezen in gedrag om hun leven op een andere manier in te gaan kleden, in te vullen, dat het leven wat waardevoller uiteraard maakt. En gegeven dat pijn daar nu eenmaal een onderdeel van gaat zijn. Een casus. Handig om langs dit verhaal te gaan leggen. Dus laten we zeggen een vrouw ergens midden in de 30. Die vooral in de bejaardenzorg werkt en momenteel een jaar ziek thuis zit. Getrouwd, 2 kindjes, zoontje van 4, dochtertje van 6. En diagnose fibromyalgie heeft meegekregen. Een soort van chronische, wijdverspreide pijn die men van een grillig patroon kent. En ze meldt zich niet alleen met deze chronische pijnklachten uiteraard aan. Ze komt daar nog met een hele bagage van allerlei stemmingsklachten, stemmingswisselingen. Sterke gevoelens en gedachten van minderwaardigheid, veel piekeren en met momenten ook wel suïcidale ideaties. En in het algemeen een gejaagdheid, veel onrust, echt motorische onrust ook. En angstklachten met momenten en ook wel heel emotioneel reactief in relaties binnen haar gezin en op het werk. Straks wil ik daar een aantal voorbeelden van schetsen. Ja? Dat is een beetje de casus waar we mee aan de slag gaan. Iedere behandeling met cognitief gedragstherapeutisch of ACT-behandeling, zal dit wel een beetje bekend zijn, het pijngevolgenmodel. Dus dat we eigenlijk altijd met mensen ook gaan kijken naar, pijn, daar heb je duidelijk last van, maar hoe gaat je eigenlijk om met die pijn? Hoe verhoud je je tot die pijn? Dat zijn een van de eerste vragen die naar boven komen, om daar in kaart te brengen. En heel in het algemeen ziet je dat mensen 2 grote klassen van strategieën hebben. Enerzijds is dat stoppen, ja, niks meer doen, zullen we maar zeggen, de activiteiten staken of gaan vermijden, en anderzijds doorgaan in activiteiten, ondanks dat ze pijn ervaren. En als we zien bij deze casus, dat stoppen, dat vermijden, dat ziet er een beetje uit, alleen zo'n aantal varianten die ze laat zien, is dat ze heel de dag dan in de zetel ligt, zit te Netflixen, veel op de computer zit,
dus weinig actief is in haar dagelijkse taken, die vermijdt ze liever. De huishoudelijke taken vermijdt ze, maar het werk aan vermijdt ze. Allerlei sociale activiteiten gaat ze uit de weg, graag meer en meer ook geïsoleerd. Zit dan ook met momenten veel te piekeren, trekt zich echt terug. En op een gegeven moment, als het eigenlijk zo weer terug wat beter begint te gaan, want die pijnklachten zijn nogal grillig van haar, zeker bij fibromyalgie, dat de persoon op een gegeven moment toch wel weer wat energie krijgt en toch wel weer denkt van ja, ik kan er wel weer tegenaan. En merkt, ja, hier is alles blijven liggen. Dus die vliegt naar de andere kant. En die schiet dan helemaal door in het gebruikelijke patroon van gedrag dat ze laat zien. Klaarstaan om de andere pleasen. Hè, probeer iedereen maar goed, voor iedereen goed te doen. Hard werken thuis, als op het werk. Zorgen voor anderen. Vermeende verantwoordelijkheden oppakken. En daarbij vooral eigen gevoelens en behoeften ver wegduwen. Weghouden. Want ze zijn eigenlijk, ja, daar is überhaupt niet mee bezig. Ze is vooral bezig met hoe kan ik zorgen voor anderen. En dat ik vooral ook dat wat ik doe onder controle is en perfect doe. Totdat dat niet meer gaat, want het lichaam zegt op een gegeven moment echt stop. En dat is gedaan. En dan kunnen ze niet meer. En dan komen ze terug op die, in die zetel te liggen. En Roy, hebben we het hier dan ook over burn-out klachten? Naast pijnklachten? Of grijpt het op elkaar in? Ja, weet je, het lichaam kan op allerlei manieren aangeven dat het niet meer gaat, dat het te veel is. Dat, hoe moet je het zeggen? Sommige mensen hebben al burn-out 1, 2, 3 burn-outs gehad voordat ze bij ons komen. Dus, ja. Allee, zo, hoe zich dat ook uit en hoe dat gelabeld wordt uiteindelijk in psychologenland, dat is nog twee, maar ergens zijn dat wel gedragspatronen die erg overlappend zijn met elkaar. Ja. Ja, ja. Dus veel mensen met psychologische problemen hebben ook pijnproblemen, maar die worden niet dikwijls onderkend. Hè? Of die worden meer op het zijspoor gezet en men gaat zich op... Het is wel een bekend patroon bij jouw patiënten dat ze hard over hun eigen grenzen zijn gegaan voor een lange tijd. Ja, dat is een typisch patroon dat we heel dikwijls zien. Ook al wordt dat individueel heel erg door het levensverhaal heel anders ingevuld, uiteraard. Ja, precies. En wat ik nog wil zeggen in deze, je ziet dat zo dat typische zaagtandpatroon, zoals ze zeggen. Dus van helemaal niks doen naar keiveel gaan doen, naar niet meer kunnen, dus weer inzakken, helemaal niks meer doen. En dan weer een paar dagen later weer volgende dingen gaan en zo dan. Ja, zo hè. Op de autostrade zo tegen 200 per uur optrekken en dan vol de remmen in en dan weer 200 per uur optrekken. Enfin, dat is het. Ja. Niet zo goed voor de auto. Hè. Ja. En misschien, dus we brengen dat gedrag in kaart samen met de cliënt, want die moet natuurlijk zelf inzicht in verwerven, niet alleen de behandelaar. Gaan we ook kijken naar de gevolgen daarvan op de korte en lange termijn. En de gevolgen. Kijken naar fysieke gevolgen, mentaal-emotionele gevolgen en sociale gevolgen. Dat is het klassieke pijngevolgenmodel. Dus bij deze vrouw zagen we iets van meer pijn, vermoeidheid, fysiek beperkt, allerhand. Ik ga er iets plotter doorheen. Meer psychologische klachten. En ook in de sociale sfeer merkt men dat men daar ook weer meer problemen ervaart in contact met binnen het gezin, met de partner, met verlies van goede vriendinnen en ook wantrouwen ontstaat ergens in het contact met andere mensen bij deze vrouw. En waarschijnlijk, zult je dat al merken, zo, dat lijkt heel erg op wat al reeds in de vorige webinars ook naar voren gedaan. Dat is zo het begin van wat we noemen dan die fase in act van de creatieve hopeloosheid. Waar we die emotionele controleagenda, emotie, pijn als emotie ergens, kunt je ook zien, zal ondermijnd gaan worden. Door die strategieën om pijn te vermijden en te verminderen of te beheersen, in kaart te brengen en te gaan laten merken van, vooral ook op die lange termijn, te laten zien van, kijk nu eens wat dat nog allemaal meer teweeg brengt. Ja, als we even teruggaan, zo dat breidt zich eigenlijk alleen maar uit. Ja? De miserie wordt eigenlijk alleen maar groter en groter. Doordat men zo zich probeert te verhouden tot die pijn. En dan gaan we een stap verder, want we willen eigenlijk ook, misschien is er meer aan de hand, en gaat het niet alleen over het vermijden van pijn, maar dat we zelfs de vraag stellen van, wat wordt er eigenlijk nu werkelijk vermeden hier, in de context van het omgaan met dit soort chronische pijn en vermoeidheidsklachten. En daar wil ik straks nog verder op aanhaken,
Maar ik zou eerst een oefening willen laten zien, of een metafoor die ik opgenomen heb, om daar een stukje van te laten zien van hoe dat proces van creatieve hopeloosheid, een manier hoe we dat doen. Dag Sien, welkom terug. Ik zou met u vandaag een oefening willen doen. We hebben de voorbije keer stilgestaan en gekeken naar de strategieën die je hebt toegepast om van uw pijn af te komen. En ook wel allerlei andere pijnlijke gedachten en gevoelens die dikwijls bij u opkomen in allerlei situaties. En met deze oefening wil ik een keer laten ervaren en voelen op welke manier u dat eigenlijk impacteert en wat dat eigenlijk met u doet. Oké, ik heb hiervoor wat papier en rode schrift. En ik zou u willen vragen om echt in het groot op te schrijven van een aantal van die pijnlijke gedachten en gevoelens waar je zo last van hebt. En welke schrijf je op dit moment op? Onzekerheid. Onzekerheid, ja. Onzeker voelen, ja. Ja. Waarom vermoeid zijn? De vermoeidheid, ja. Waar ik dikwijls mee geconfronteerd word, inderdaad. Ja. En altijd zo mijn best doen om genoeg te zijn. Ja. Dus ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. De gedachte van niet goed genoeg te zijn. Die dingen als opkomt. Ja. Zijn er enkele belangrijke gedachten en gevoelens waar je dikwijls last van hebt, hè? Dan zullen we wellicht nog meer zijn, maar misschien voor deze oefening is dat even voldoende. Ja. En als ik dan even een blad kan nemen. In die verschillende situaties die je zo een keer beschreven hebt, komen deze gevoelens eigenlijk steeds op en worden die opgeroepen. Ja. Alsof die zo steeds dichterbij komen. Mm-hmm. En als dat zo dichterbij komt, als dat weer opgeroepen wordt, wat gebeurt er dan? Merk ik op. Ja, ik begin al rond te kijken. Ja. En ik, echt waar, moet dit zo naar me toe komen? Zelfs tegen. Ja. Heb je liever niet? Je beschreef ook de allerlei manieren, allerlei strategieën die je toepast om die dingen eigenlijk van je af te houden, weg te houden. Ja. En wat zou een manier nu zijn om, als die... Ik zou het je vrienden kunnen vragen, maar ja. Je vindt het weg te duwen. Ja, eigenlijk zou ik die dingen op afstand willen houden. Hou ze maar op afstand. En je merkt ook dat keer op keer op keer diezelfde gedachten en gevoelens terugkomen, terug opgeroepen worden. Ja. En je keer op keer weer iets moet doen om die op afstand te houden. Terug. Ja. Het blijft nu ook wel duur, een beetje wegkijken. Zoiets doen van, ja, liever niet. Ja. Ja, kijk, liever nog even wat dan zelfs in mijn hand nu. Ja. Ja. Ondertussen doet je wel, en iedere keer nu doet je echt wel moeite om dat te vermijden, uit de weg te gaan. Op een of andere manier proberen minder last te hebben van deze pijnlijke gedachten en gevoelens. Dus ja, doe maar. En hoe is het zo om dit zo van je af te houden? Is dat anders dan als ze heel dichtbij kwamen? Ja,
het, ik heb minder tranen in ogen en mijn hand ervoor zitten natuurlijk. Maar als ik gewoon spreken, wordt het wel lastig. Ja. Dus je hebt er iets minder last van, als je het zo wat op afstand kunt houden? Ja. Eigenlijk wel. Dan als het zo heel dichtbij komt. Wat merk je nog als je hier zo'n tijdje zit te duwen? Ja, ik moet dit wel blijven doen. Ja. Ik ging net een beetje anders zitten. Ja. Eigenlijk om met deze hand wel steun te hebben om dit te kunnen blijven doen. Ja. Wat merk je nog op als je blijft duwen? Ja, ik kreeg hier spierpijn. Ja, spierpijn. Ja. Kost wel moeite. Ja, in het werk. Het kost wel iets om dit keer op keer op keer te blijven doen. Ja. Ja, en de rest van mijn lijf ook, want alles moet meehelpen. Stuur. Ja. Ja, merk het ook in je lichaam. En ook de fysieke klachten die je ervaart, de spanning in je lijf, de gejaagdheid, wat je denkt hier weer. Ja, en ook wel zin om het los te laten nu, het blad bij u te leggen. Ja. Dat zou kunnen, maar in wederom gelijkaardige situaties zullen deze gedachten voor ons weer opkomen. Dus komen ze weer naar u toe. Dan moet je weer gaan doen. Te merken wat het kost, die strijd, die worsteling om je blijven tegen te vechten. Dat was deze een voorbeeldje van een metafoor in actie, zeg maar. Ja, een mooie metafoor hoor. Ja, heel helder. Ja. En ik moet zeggen, dit is een beetje gespeeld natuurlijk, maar de reacties van de mensen zijn in de regel echt heftig. Ik bedoel, nu moest ik een beetje tegenduwen, maar ze duwen me letterlijk van mijn stoel af. Zo hard willen ze het wegduwen. Ja, ja, zo intens raakt dat. En zo hard schieten ze ook in die reactie van, daar wil ik niet voelen, daar wil ik niet ervaren. Ja. En dit gaat al meer dan over de pijn. Dit gaat over de onzekerheid, de gevoelens van minderwaardigheid. Ja. De machteloosheid, de wanhoop. Ja. Was ik keer op keer ook tegengekomen. Want het gaat veel meer dan over pijn alleen. Veel verdriet lijkt me. Wat is? Veel verdriet lijkt me. Verdriet, ja. Op een gegeven moment. Nog niet direct meestal. Verdriet komt pas. Dan moeten we moeite voor doen om daarbij te komen. Ja, precies. Ja. Ja. Het verdriet zal... Wordt ook weggeduwd. Ja, dus... Ja. De reactie na het pijn, na de kwetsing, na het verdriet, dus de kwaadheid, de frustratie die we in allereerste instantie vooral zien, het onbegrip die de mensen ervaren. En hoe de mensen ook binnenkomen in therapie. Hè, en zeggen van ja, oké, we hebben pijn en jullie moeten het gaan oplossen. Of jullie moeten gaan zeggen hoe wij moeten gaan leren leven met pijn. In een achterhoofd, en dan moet het wel minder worden. Ja, en wij zitten daar van ja, we zouden bij God niet weten hoe dat moet. Maar we kunnen misschien wel iets anders gaan doen. Hè? En dat vraagt nog iets om mensen zo ver te gaan krijgen, hè, totdat ze tot dat punt komen. Ja. Ja. Kijk, ook een beetje naar de tijd. Er is hier nog een tweede deel. En de video loopt eigenlijk nog door. Maar dat op een gegeven moment, en Paul Korsten een variant in zijn eerste webinar ook wel liet zien van... He, dan is het soms handig om op de achterkant, laat ik in ieder geval iedere keer doen, ook een beetje opschrijven van waar wil je eigenlijk, stel je hebt hier helemaal geen last van die onzekerheid, vermoeidheid, et cetera, waar zou je willen dat je leven dan over gaat, of wat zou van betekenis zijn? En mensen kunnen dan wel al zaken noemen, bijvoorbeeld hier connectie, er echt zijn, vrijer, mezelf kunnen zijn, en dan, dat komt op de achterkant, en dan gaan ze weer, maar ja, hiermee word je geconfronteerd, en dan gaan ze weer duwen. En op een gegeven moment ergens te vragen, ja, maar wat duwt je nu nog weg? Ja, en dan beseffen ze op een gegeven moment, ja, eigenlijk ook wel, hou ik dit eigenlijk ook op afstand, zo moet ik het zeggen. Wat houd je nog op afstand? Ja, dit hou ik ook op afstand. En dan snel wordt toegewerkt naar het alternatief van wegduwen, op afstand houden, naar zich toepakken, het vastpakken, letterlijk
acceperi, van acceptatie, vastpakken van dat wat gegeven is. Ja. En is er zo de eerste stap richting acceptatie, de bereidheid om zaken af en toe wat meer toe te laten, zodat er misschien iets anders mogelijk zou kunnen zijn, met alle reserve nog. Alleen wetende dat vechten, dat die worsteling, dat vechten, dat werkt echt niet. Eigenlijk, hoe ik het begrijp, en ik ben helemaal geen ACT-therapeut, is dat je de afweer daarmee weghaalt. Eigenlijk is dit een soort fysieke uitbeelding van de afweer. En die afweer haal je weg. En dan kun je naar de angst kijken, in dit geval chronische pijn, in de eerste webinar angst. En dan kun je kijken hoe het dan is. Het wegnemen, het verminderen van de vermijdingsstrategieën of de controlestrategieën. Ja, ja. Allee, ik bedoel, de vermijdingscontrolestrategieën hebben als functie de angst weg te houden of de onzekerheid of wat het ook is. Ja. Op het moment dat je die gedragingen vermindert, ja, dan hebben die niet meer die functie en dan wordt men vanzelf meer geconfronteerd met datgene wat men probeert te controleren, te vermijden, te beheersen. Dus ja, dat kan angst zijn, dat kan chronische pijn zijn. Dat, ja, onzekerheid, de wanhoop, ik ben niet goed genoeg. Ja. Als ik het even weer terug op mag pakken naar casus A, want we hebben het nu vooral over het gedrag, hè, het uiterlijk gedrag. Dus de pijn lijkt in de weg te staan om te zijn eigenlijk wie ze altijd geweest is. Wat wil ik daarmee zeggen? Ze kan niet meer doen wat ze altijd gekund heeft. In allerlei activiteiten, in allerlei levensdomeinen. En er is meer aan de hand. Ze kan ook niet meer de persoon zijn die ze altijd geweest is. En dat is nog een veel grotere impact, dat waar dikwijls nog wat te weinig wordt stilgestaan in de behandeling van chronische pijn, dus nu acte of cognitieve gedragstherapie. Ja. Dit raakt aan de identiteit, dit raakt aan wie ze hebben gedacht dat ze waren en wie ze op een gegeven moment niet meer kunnen zijn, omdat het niet meer mogelijk is die persoon te zijn in gedrag, omdat pijn ervoor zorgt dat ze daarin beperkt worden. Dus dan is er een grotere, diepere pijn die geraakt wordt. En dan komen we, wat ik dan graag noem, de mens in het verhaal van de pijn. Ja, er zit hier een mens met een hele levensgeschiedenis, een heel levensverhaal. En dat verhaal is op zijn kop gezet door het ontwikkelen van die pijnklachten. Ik ben ook dat aan het begrijpen, Roy, maar ik probeer het te vertalen naar therapieën die ik ken. Dus, hè, aan de ene kant neem je de afweer weg, dan neem je de pijn naar je toe in dit geval. En dan zeg je van, je moet het ook in de context van een levensverhaal plaatsen. Dus het gaat veel meer over betekenisgeving. Wat betekent de pijn in jouw leven? Klopt dat? Ja, inderdaad. Ja, want de behandeling van pijn gaat meer dan over pijn. De mens in het verhaal staat centraal. En dus dat gaat eigenlijk over die impact van pijn op iemands levensverhaal en levensontwikkeling. En eigenlijk omgekeerd, iemands levensverhaal en levensontwikkeling gaat ook bepalen hoe pijn het leven impacteert op dat moment. En hoe iemand neigt daarmee om te gaan. Neigt iemand zich daar helemaal in een slachtofferschap te vervallen? Of neigt iemand te zeggen, ik ga me hier niet laten doen, ik ga me niet laten kennen, ik ga maar door en door en door. En alle mogelijke varianten die we hiervan kunnen kennen. Dus het gaat over veel meer dan alleen maar puur die pijn. Dus we moeten dit ook plaatsen in die ruimere context. In het huidige context, hoe de rollen en de levensgebieden in het hier en nu geïmpacteerd worden. Maar ook hoe dat vanuit een hele ontwikkeling, levensontwikkeling, een bepaalde betekenis heeft gekregen. En dat begint, je destilleert een beetje dat verhaal uit wat iemand vertelt over waar iemand allemaal last van heeft in de verschillende levensgebieden. En dus natuurlijk ergens gaan destilleren, dat gebeurt, om goed te horen en te kijken van waar is hier. Wat zou er bij deze vrouw allemaal aan de hand kunnen zijn? Welke thema's zijn nu echt, springen er echt uit in dat hele verhaal waar iemand eigenlijk mee komt? Er zijn hier enkele dingen die
er dan, die ze dan bijvoorbeeld vertelt en laat zien of niet laat zien. En dan proberen we ergens een beetje zicht te krijgen op. En wat bij deze vrouw een beetje uitkomt, is dat ze heel erg haar best altijd gedaan heeft. En nog altijd probeerde te doen, maar dat lukte natuurlijk niet meer. Om sterk te zijn, er voor de anderen te zijn. Ze voelde zich natuurlijk schuldig als dat niet lukte en ze al die vermeende verantwoordelijkheden niet kon inlossen op haar werk. Of in haar thuissituatie. Of in contact ook met haar vriendinnen, om daar altijd maar klaar voor te staan. En een luisterend oor te bieden. En maar ondertussen niks van haar eigen delen. Ja? En dat gedrag, dat stelde ze heel fel. Maar dat sterk zijn en dat kritisch zijn, dat ging bijna niet meer. Dus dat masker, als het ware, begon af te brokkelen. Er begonnen scheuren en gaten in te komen. En steeds meer werd ze eigenlijk geconfronteerd met het tegenovergestelde, hè, om het simpel te houden hiervan. En dat was meer het zwak zijn en het niet meer kunnen, het slecht zijn. En dat was gekoppeld, dat was niet iets nieuws eigenlijk. Eigenlijk als we met haar terug gingen kijken in haar levensverhaal, is dat iets dat in meer situaties aanwezig is geweest, maar waar ze eigenlijk altijd iets heeft moeten doen om daarvan weg te komen, van dat zelfdevaluerende en de ik ben niks waard, ik ben slecht. Dus ze is vooral gaan investeren aan, goed, ik ga dan maar mij op anderen oriënteren, op anderen richten en ik ga mijn best doen. En ik ga pleasen en ik ga proberen zo sterk mogelijk te zijn. En dat heeft heel lang gewerkt. Daar kwam ze heel lang goed mee weg. Er was ook niks mee aan de hand. Totdat dat niet meer ging. Omwille van de beperkingen van de klachten. En dan werd ze geconfronteerd met iets waar ze heel erg leven lang haar best had gedaan om ervan weg te blijven. Ik weet niet, dus we hebben niet echt tijd om helemaal in die levensgeschiedenis te duiken, maar dan gaan we terug naar de relatie met vader, die ondertussen hertrouwd was en waar ze heel veel aandacht van wilde, maar eigenlijk die stiefmoeder, als het ware, die vader voortdurend opeist en vader liet zich daar mee slepen. Daar zijn heel wat ervaringen, pesterijen en andere zaken in het verleden die steeds iets van haar, het was een manier van overleven, dat sterk zijn, dat perfectionisme. Dat is zo geleidelijk aan meer en meer ontwikkeld. En Roy, doe mij denken aan de term persoonlijkheidsromantiek, patronen in het leven, dat beschrijf je ook, van waar ze zich sterker heeft moeten voordoen, kritisch op zichzelf is geworden en als ze dan zwak is door pijnklachten, dat ze dan tekeer gaat tegen zichzelf. Ja. En mijn idee is dat je in ACT daar veel meer accepterend naar bent en in schematherapie daar doorheen werkt, zeg maar. Door die ervaringen van vroeger waar ze die pijn heeft gevoeld bij haar vader. Of EMDR zou je daar ook op kunnen doen, of rescripting. Maar doe je daar ook iets mee in ACT? Of is het veel meer het accepterende? Nou, dat zal in de sheet een beetje daarna. Maar we gaan, zoals duidelijk, niet die inhoud proberen te veranderen. Fundamenteel gezien kun je geen inhoud wegwissen uit die levensgeschiedenis. Nee, zeker niet hoor. Dat claim ik ook zeker niet. Nee. Je leert alleen maar nieuwe dingen bij. Dus we gaan veel meer kijken naar de relatie tot of het perspectief tot die gebeurtenissen. Ja, exact. Nee, precies. Ja. En misschien komt het nog terug in een van de volgende sheets die ik nog wil laten zien. Ergens gaan we laten ervaren dat ze heel hard geïnvesteerd heeft. Dat heel goed te snappen is. Dat het heel normaal is dat ze altijd zo geïnvesteerd heeft en dat sterk moet zijn. Dus daar zit al iets normaliserends, iets validerends in. Dat proeft ook naar een stukje uzelf leren accepteren. Van zo is mijn geschiedenis. En dat ze beseft dat als dat niet meer lukte, maar zwak en kwetsbaar zijn, dat was not done. Dus dan is er enige alternatief pijnpatiënt zijn. En sommige mensen is dat bijna het enige verhaal waar ze zich nog aan vasthouden. Dan kunnen ze gaan van, kijk mij nu. Het is iets medes. Of help mij alstublieft met dit stuk. Maar dat is nog iets anders dan de kwetsbaarheid van fysieke pijn naar de kwetsbaarheid van emotionele pijn. Dat is nog een heel ander verhaal. Ja. Maar dat geeft wel de mogelijkheid om via die pijn te komen bij wat is het waardevolle. En het waardevolle
zit meer in wat heeft iemand gemist in zijn ontwikkeling? Wat is iemand kwijtgeraakt? Wat betekent het om niet meer sterk te kunnen zijn voor die persoon? En wat kunnen we daaruit van waarden en zaken die van betekenis zijn destilleren? Dus die levensgeschiedenis kan ook belangrijk zijn om dat waardestuk naar voren te halen. Uit die emotionele pijn uit het verleden. Dus het is niet zomaar alleen maar teruggaan naar iets pijnlijks. Hè, of teruggaan naar het verleden. En alles gebeurt vanuit hier en nu. Hè, dus dat is wel zeer belangrijk om te benadrukken. Ik ga iets korter, want ik wil iets nog een stukje een filmpje laten zien. Dat er nog wat tekender is. Dus we leren afstand nemen via contact hier en nu. Diffusieoefeningen, zo'n aantal dingen die jullie ook in de vorige webinars gezien hebben. Dus dat ze vooral ook een ontkoppeling krijgen tussen denken en handelen. Denken, voelen aan de ene kant en handelen aan de andere kant. Dus je mag voelen wat je wilt, er mogen emoties zijn, er mogen allerlei gedachten zijn. Maar je kunt leren u anders te gaan gedragen, anders te handelen. Ook al zegt uw hoofd van nee, dat kan niet en dat is verschrikkelijk en doe dat vooral niet. En mensen gaan kunnen leren dat twee verschillen in bepaalde contexten die dingen uit elkaar kunnen getrokken worden. Maar dat vraagt wel om een verhaal los te laten, om afscheid te nemen van de persoon die ze tot nu toe waren. Erkennen dat ze de persoon niet zijn die ze waren voor de pijn, dat daar voorbij is ergens. En voor sommige mensen zelfs erkennen dat de persoon die ze waren voor de pijn, niet de persoon is die ze werkelijk waren en wilden zijn. En dat er zich nu bijna een opportuniteit biedt om het leven echt een andere richting uit te laten gaan. Ja, dus dat ze veel gezonder eigenlijk naar zichzelf kijken. Hè? Dat ze veel meer naar hun eigen behoeftes en hun eigen gevoel kijken. Dan dat ze alleen maar sterk moeten zijn en voor anderen klaarstaan. Ja, in dat simpele voorbeeld gaat het daar bijvoorbeeld over. Hè? De leren aanvaarden met eigen gevoelens en behoeften. Dat is iets wat sommige mensen gewoon niet kennen. Gewoon, ja. Dat zit in een repertoire. Dat moeten ze bijna van voor af aan beginnen leren. Hè? Ja. En het is handig om dan dat perspectief verder te verruimen. Om wat we zelf als context noemen, meer zijn dan een verhaal van pijn. Maar het kunnen cultiveren van een perspectief, hè, waarin je jezelf ervaart dat je groter bent en meer bent dan je pijnverhaal. Dat je de eigenaar terug wordt van een verhaal. Dat wel. Zo alsof je bent niet alleen de schrijver van je boek, levensverhaal, maar je bent ook de lezer. En dat is een ander. Je valt niet samen met dat personage, hè, want je staat op afstand en je kunt daar iedere nieuw moment is weer een witte bladzijde in dat verhaal. Dus op het moment dat mensen dat wat beginnen te pakken, ik ben hier en nu en ik heb dat verhaal en ik ben de schrijver en lezer en ik kan dan stilaan regie gaan nemen om dat verhaal stilletjes aan een beetje een andere schrijfstijl aan te meten, een andere richting uit te doen, een ander genre misschien stilletjes aan beginnen te schrijven. Stap voor stap, door de keuzes die ze gaan maken in een leven met pijn. Ja. En dat, Roy, dus toch sense of coherence, zou ik bijna zeggen. Hè? Dus toch dat je echt meer richting aan je leven kunt geven en dus je de rest van je boek kunt gaan schrijven, zoals je metafoor zegt, toch? Ja, daar gaat het mee. Ja, die klachten zijn bijzaak eigenlijk. De pijn, dat is al helemaal bijzaak. Het gewoon pijn, maar ja, door de mens. Ik wil die mensen leren kennen. Zo. Ja. Wat heb je al meegemaakt? Ja. En echt proberen te pakken van amai, dat zal wel dat je hier zo bij zit. En het zou toch niet fijner zijn als we kunnen gaan kijken naar iets anders met je leven. En dat gaat op geen enkele manier gaat dat makkelijk zijn. Hè? Maar laten we daar eens een begin mee maken. Ja. En ik taal het ze nu even zo zien, want dat zijn ja, natuurlijk hè, vragen die bij dat waarde-exploratie horen. Van wie wil je nu eigenlijk zijn? Hè? In plaats van jezelf, anderen. Welk gedrag hoort daarbij? Zijn je bereid die obstakels keer op keer weer tegen te komen? U daar anders toe te verhouden met acceptatiediffusie? Om dan de weg vrij te banen, hè, spreekwoordelijk gezien, om andere keuzes te maken. Ja? Steeds weer opnieuw dat kiezen om te zijn hè, wie je wilt worden of worden wie je wilt zijn. Is het gepermitteerd om nog een klein stukje oefening te laten zien? Ik vind dat heel leuk, Roy. Zeker. Ga. Voilà. Actie. In deze oefening wil ik met u gaan kijken als we perspectief kunnen gaan nemen op eigenlijk wel de verschillende verhalen die je in je leven al
aan het leven bent en ook wel het verhaal dat je wilt gaan leven in je leven. En dit is een bekende, dit zware, dikke boek met ja, het verhaal dat je tot nu toe in je leven hebt geleefd. En mag ik dat in je voorkeurshand, mag je dat eens nemen? Ja. Eens voelen. En misschien eens enkele dingen zeggen over waar dat verhaal onder andere over gaat. Van dingen die je daar ja, met post-its opgeplakt hebt. Ja, pijn. Mm-hmm. Dat is al lang een deel van mijn verhaal. Ja. En tegelijkertijd ook, ik moet sterk zijn. Ik mag niet falen. Ik ben zwak. Mm-hmm. Ik ben slecht. Mm-hmm. Doe er niet toe. Ja, allerlei conclusies, overtuigingen, regels over hoe je zou moeten gedragen, die je in je leven ja, hebt verworven, die steeds meer en meer je zijn gaan bepalen in waar jij je voeten zet in je leven. Hoe je dient te gedragen, wat je dient te doen, wat je niet dient te doen. Ja. We hebben uitgebreid stilgestaan bij ja, de impact van dit verhaal op jezelf. Hoe je daartoe zijn gaan verhouden. Dus voel nog maar eens even hoe dat is door dit verhaal te worden geleefd. Wat komt erop? Vermoeiend. Mm-hmm. En ook wel eenzaam. Ja. En op welke manier zou je als je in beweging zou komen, hoe zou dat eruit zien als je ja, dat voelt om je door dit verhaal te laten leiden in je leven? Ja, ik pak altijd dezelfde weg dan. Ja. Alsof je... Ja, alsof je net in het bos zo. Je vastloopt in je leven. Ja. Ja, dan werk ik weer heel hard. Of dan doe ik, ben ik weer heel plezant, heel vriendelijk. Mm-hmm. En uiteindelijk, ja. Loop je weer vast. En... Ja. Maar je bent ook bewust geworden van ja, de kost van het steeds leven van dit verhaal. En een stukje die eenzaamheid en nog zaken. Hè? Ja. Dat je niet iets kunnen benoemen. Wat heb je kwijtgeraakt? Wat heb je gemist in je leven? Door steeds dit verhaal te volgen. Ja, hoe hard ik ook mijn best doe om geen fouten te maken. Of om perfect te zijn. Om het goed te doen. Uiteindelijk is er toch altijd iets niet goed. En zien mensen ook die moeite niet? Zien ze mij niet? Dus voel ik me toch nog eenzaam. Ja, eenzaam. En hoe harder ik mijn best heb gedaan, hoe pijnlijker het is dat ze niet opmerken hoe hard ik mijn best doe. Ja. Dus ja, dat is letterlijk, hè? Zo'n cirkeltje. Ja. Ja. En ook wel misschien eerder over hadden het gemis van ja, het contact met je eigen gevoelens en behoeften. En daar rekening mee te houden. En voor jezelf te zorgen. Ja, niet alleen voor anderen zorgen. Ja, ja, in dit verhaal hoop ik eigenlijk dat als ik heel hard mijn best doe, dat die anderen voor mij zorgen. Dat is wat ik iedere keer voel. Mm-hmm. Daar zit geen één op één lijn in, dat gebeurt niet. Nu zijn we doorheen de sessies, heb je wat leren afstand nemen van dat verhaal. Om dat wat minder serieus te nemen, daar wat minder door te laten leiden. En snel te gaan experimenteren met zaken die wel... wel zijn gaan voelen als dingen die belangrijk en waardevol en veel betekenis zijn in je ja. leven, zoals je zou willen leven. Alleen dat is een nog wat minder uitgebreide versie natuurlijk, want je bent daar bijna als het ware pas mee begonnen. Ja, dat is nieuw. Nu, en hoe voelt dat? Licht. Mm-hmm. Nu, ja, ook nog een beetje onwennig. Onwennig, hè? Ja. Onvertrouwd. Ja. Dit is heel vertrouwd. Ja. Dit kent je door en door. Het
altijd het idee geweest dat ik zo dien ik mij te gedragen, zo verhoud ik mij tot mezelf, tot anderen, tot de wereld. Ja. En dit nieuwe verhaal, wat je stilletjes aan het creëren bent, waar, ja, ik heb ook enkele dingen met post-its opgezet, waar ja. Mag dat over gaan? Ja, ik mag fouten maken. Mijn gevoelens, mijn behoeften doen er ook toe. En ik zorg voor mezelf en ook nog wel voor anderen. Maar dit is speelser. Dus, ja. Ja, eigenlijk wel. Okay. Het voelt heel anders aan, precies. Ja. Stel nu, je zou je door dit verhaal laten leiden. Hoe zou dat eruit zien? Als je gaat bewegen, als je omstappen. Ja, dan kan ik kiezen. Dat ik ga. Ja. Dan stap ik gewoon. Waarom? Ik kan ook nog maar kijken, precies zo. Ja. Het wordt opener, wat vrijer. Ja. Ik moet wel meer kiezen. Ja. En ik heb deze nog wel mee. Ja. Ik kan rond. Dat was ook weer een metafoor, een deel ervan. Een deel van de oefening, die gaat eigenlijk ook nog wel een stukje verder. Maar goed, dan duurt het wel heel lang. Maar om mensen vooral via metaforen, als het mogelijk is, doe ik ze liefst zo fysiek mogelijk. Want hoe meer het lichaam meedoet, hoe meer dingen ontlokt worden, hoe meer de mensen makkelijk ook die dingen weer kunnen onthouden of daar bepaalde dingen zelf uithalen. Dat is iedere keer ook weer anders. Metafoor, je biedt iets aan, maar je gaat steeds kijken van wat doen mensen daar zelf mee. En dat probeert je steeds op in te pikken. En dat ergens natuurlijk wel een beetje in een richting te duwen. En kijken als mensen daar met nieuwe inzichten en nieuwe intenties naar buiten mee kunnen. Ik ga heel een beetje naar de laatste sheets toe. Hè, van, we hopen dat mensen de regie van hun leven. Misschien minder controle, of niet altijd controle. Controle is soms handig, soms niet. Dikwijls heb je ze ook niet. Dus daarom een wat andere manier met controle om te gaan. Maar vooral eigenlijk weer de regie proberen te pakken van hun leven. Kijken waar kan ik gegeven obstakels, gegeven dat ik allerlei beperkingen heb, waar ik heel weinig dingen kan voorspellen of onder controle heb. Hoe kan ik toch mijn leven waardevol invullen? En zorgen dat het leven weer ook over mij mag gaan. En niet alleen over anderen dikwijls. Of dat daar een andere verhouding in terecht kan in zijn. Gewoon nog een aantal aandachtspunten die ik al had geschreven. Waar ik veel nadruk heb op validering normaliseren. Van mede af aan. Vooral proberen de cliënt te ontmoeten in het drijfstand, in de miserie waarin ze zitten en daar proberen aan te sluiten. Want anders heb je ze nooit mee, zeker mijn ervaring met deze populatie. Ja, die voelen zich uitgekotst door de maatschappij dikwijls. Ze hebben heel veel strijd met instanties, met andere mensen. Dus dat vraagt echt wel proberen eraan te sluiten. Hè. En ook wel een openheid en kwetsbaarheid in de eigen therapeutische houding. Weerstand. Ze worden dikwijls ook wel zo neergezet als een doelgroep die heel veel weerstand toont, moeilijk te behandelen zijn. Maar eerlijk gezegd, dat is de focus van behandeling. Daar begint het mee. Daar begint dat proberen aan te sluiten bij die cliënt. En dus door de mens te gaan terug aanspreken in hun pijnverhaal. Daar worden ze echt gehoord. Dat is wat ze gemist hebben in werkelijk gehoord en gezien worden. In dat er eigenlijk nog een mens zit in dat hele hele circus rond die pijn. We zullen dan meer en meer richten op de mens die leeft in plaats van de mens die lijdt. Ik ga nog eens herhalen: zijn wie je wilt worden wie je wilt zijn. Dat sluit ik graag mee af met deze.